Sessie 50. Hola, mijlpaal is wel maar met 4,5 kilo. Dus we zitten qua sessies in principe in de helft. Maar omdat we een week hebben stilgestaan bij 3 kilo, 5 sessies, zitten we wel nog maar aan 4,5 kilo. Nog maar, ik vind dat ik ver gekomen ben, 4,5 kilo. Ik vind dat ik al... Ik ben al verder gekomen dan ik had verwacht dat ik ging komen. Dus dat is wel goed, hè. De laatste dat ik heb gedraaid was eigenlijk wel een hele schone vorm. Het houdt hier nog achter mij, het is deze hier. Wacht, echt een ballonneke. Die is natuurlijk ondertussen een klein beetje gekrompen. En ik heb die, terwijl dat die eigenlijk nog vastplakte, al een heel klein beetje afgedraaid. Dus er is al een beetje materiaal van verdwenen. Maar ik moet hem nog goed nog omdraaien en dan toch ook van die onderkant nog heel veel uithalen. Ik heb mij er ook een beetje bij neergelegd dat we daar toch serieus aan zullen moeten afdraaien. Maar ik ga wel altijd proberen om er meer en meer uit te halen en meer hoogte te krijgen voordat ik rond zit. En ik heb nu een extra latje. Alleen een extra latje, een nieuw latje. Want ik had eigenlijk dit latje, maar ja, dat is 30 centimeter en ik zit daar nu toch al wel een beetje boven. Niet veel, maar toch. Dus ik heb er nu een ander gemaakt. Dus hier staan, dat is 30, dat is 40 en dat is 50. Ik hoop ooit hier ook om die 50 te komen. Maar dat wil wel zeggen, ik weet het niet, dat wordt toch wel, ik denk dat ik dat moet gaan recht staan of zo. Ik hoop eigenlijk nu stilletjes aan richting 40 te werken. Dat zou wel de max zijn, moest ik dat kunnen halen, die 40 centimeter in het optrekken met porselein. Ik heb mij daarom ook een heel klein beetje hoger gezet. Nu, ik zit weer op dat kramenkelijk stoeltje, want al mijn stoeltjes staan weer terug in de tent. Maar ik heb er een pak lei eronder gelegd. Nu, het voordeel is aan een pak lei is dat dat zo'n beetje de vorm van uw achterwerk aanneemt. Dus uiteindelijk zit dat nog wel best comfortabel en... Dat weegt ook genoeg om dan dat kramakkelijk stoeltje een beetje op zijn plaats te houden. Dus ik zit eigenlijk wel vrij goed en vrij stabiel, voorlopig. Hè? Goed, we zullen er maar eens aan beginnen. Hè? Het leuke aan zo langer hoe meer gewicht is, dat je geen bang moet hebben om daar echt je gewicht in te leggen. Hè? Dus je kunt daar echt bijna op leunen. Hè. Eigenlijk zit heel mijn gewicht nu bijna op dat porselein. Terwijl dat kunnen met kleinere bolletjes kunnen, dat uiteraard niet.
Ik denk dat we de eerste keer deze week ook geopend hebben zonder hem uit zijn center te laten gaan. Pas op, ik ben nog niet helemaal beneden, maar toch. Allee, de bodem is nu te dik. Ja, nu is hem te dun. Oh. Seriously, echt waar. Heel gepruts aan in bodem. Tik het toch, hè. Nou, ik krijg het niet meer hersteld. Ik krijg hem niet meer dikker. Ik ben te diep gegaan met dat te proberen herstellen. Heel lastig. Heel ambetant. Ondertussen ben ik ook het centrum kwijt. Hier is het weer oké, maar van binnen is het weer... Ben ik het weer kwijt?
doel was vandaag om dat hier smaller te krijgen, maar dat lukt dus heel slecht. Dat blijft altijd heel breed hier. Ik hoop met optrekken dat ik dat er voor een stuk uit krijg, maar... Ik krijg dat echt daar om die bodem echt niet versmalt. Dat is heel raar. Maar misschien omdat ik te veel tegenduw aan de binnenkant. Ja. Hopla. Mijn bril krijgt weer een eigen leven. Nu heb ik hem toch wel wat kunnen versmallen ervan onder. Alleen is dat van er nu nog wel vrij dik. We zullen eens zien waar we zitten. We hebben eigenlijk nog maar één keer opgetrokken. We zitten nu aan 30. Dus dat is hoger dan dat ik normaal zit. Dus op zich is dat wel een goed nieuws. Want ik heb het ietsje anders aangepakt ook. Echt gezorgd dat dat hier smal is. Deze pool zal cruciaal zijn, denk ik. Normaal zouden ze op... Ik zag juist een filmpje op Instagram van... ik weet al niet meer van wie. Ook iemand die met porselein draait. En die zei, ja, met je tweede pool kun je bijna dubbel zo hoog gaan. Dus je hoogte verdubbelen. Dat zie ik toch niet direct gebeuren. Zo. Maar goed. Wat vooral nu is, is dat het niet overal gelijk is. Dus dat ga ik precies eerst eens heel even corrigeren. Zo, ik denk dat dat al iets beter is nu. Dat meer overal even dik staat. Voordat hem instort, ga ik hem even meten. Zie je eens, ik ben bijna aan mijn 40. Hoe goed is dat? Oké. Wacht, want ik moet dat hier even terug corrigeren, want dat is niet goed. Hè? Er zit ook iets raar in de porselein, dus ik weet niet of ik dat nog kan kunnen redden. Ja, hier zit iets niet juist. Dat is zo jammer. Deze is jammer. Daar zit iets in, iets hard of een luchtbel. Eén van de twee. Ja, dat kan ik schudden, hè. Tjuh, hè. Tjuh. En dat plakt ook veel tart. Dat is niet goed. Nee. Oké. Okay.
You win some, you lose some. Deze gaat hem niet worden. Hatelijk is het. Een noop. Een natte noop. Ik ga nu liggen. Echt. Sterke. Echt waar. Ik was goed op weg, maar er zat ergens iets stroef. En nieren, dat is het toch ook niet, hè? Dat moet echt dunner, hè? Het verdikken toch. Waarom wil dat er niet uitkomen? Maar allez, ik zat bijna aan 40 centimeter, dus ik ben niet ontevreden. Maar ik ga gewoon terug 4,5 kilo pakken en nog eens even proberen. I'll be right back. Oké, we zijn hier terug. Met die 4,5 kilo, deze keer in één blok. Een beetje aan het spelen, hè, met dat centreren op het moment. Het is een heel interessant om te zien hoe dat de positie van die handen eigenlijk dat centreerproces beïnvloedt. Dus dat is heel leuk om mee te testen, om te ondervinden. Ik kan dat niet echt uitleggen, maar het lijkt wel alsof dat die, als die ene hand hier iets doet, dat die andere dan dat tegenovergestelde beweging moet doen. Dus het is ofwel zo, ofwel zo. En dan komt die ongelijkheid eigenlijk naar het midden en dan kunnen die daar wegwerken. Dat is zo'n beetje het idee, maar het is voor mij ook nog nieuws. Ik kan het nog niet goed uitleggen.
schat 25 nu. Hier is altijd een lastig puntje. 33. Toch al de indruk dat dat nu weer al gezakt is tegen dat ik hier ben. Dat dat hier al inzakt. Nog één keer. Deze keer staat hem nog recht. Wat heb ik? 36. Meer kan ik er denk ik niet uitkrijgen. We gaan hem nu beginnen rondzetten. Eerst beginnen met hem gewoon recht te zetten. Allee, recht van daar terug de juiste spanning in te zetten, want je ziet heel goed hier een bultje, daar een putje. Spannend, hè? Ik vind dit reuze spannend. Oh, dat is hier toch nog zo dik ervan onder. Ik kan dat zelfs echt niet bewegen, hè? Zien of ik al veel hoogte verloren ben nu met daar rond te zitten. Iets onder de 35, dat valt nog mee, vind ik. Voorlopig valt dat mee. Oh, ik kan me wat rechter zitten, want heel zwaar voor de rug deze. En hier zit eigenlijk nog iets dat ik niet tof vind, dat is hier.
Je gaat toch een beetje te veel lopen duwen hier van boven soms. Ik te veel met je arm er zit in te leunen. Oké, ik denk dat mijn zijbeeld is weggevallen. Sorry daarvoor. Het geheugen is vol. Ik heb een serieus probleem hier dat dat toch vrij dik is. En omdat dat zo dik is, wil dat ook gewoon niet meegeven. Dus ja, het is beter en beter. Maar dat kan de bedoeling echt niet zijn, hè, dat dat er nog zo dik is van onder. Hè. Dat dat zo dik is dat ik dat eigenlijk nog met moeite kan rondzetten. Kan eigenlijk niet, hè. En anders vind ik mezelf aan het tegenwerken, dat kan ook. Dat ik eigenlijk met die loemer te veel aan het tegenduwen ben. Zo, want hij mag nog naar buiten, hè. Hij lijkt altijd veel ronder. Als je er zo op ziet, dan dat je, als je ernaast gaat zitten, dan is dat veel minder rond. En ondertussen biedt dat wat harder en harder te wiebelen. Oh. Ik heb ook veel te veel over. Nee, deze is zeker niet wat ik wou. Of niet wat ik ervan verwacht had. En pas op, die vormen worden groter en groter. Hè. Ik voel dat wel, hè, dat ze volumineuzer worden. Dus er zit zeker wel een groei in. En ik ben ook wel aan het leren. En ik ben niet ongelukkig, zal het zo zeggen. Maar... ja, misschien moet ik toch weer eens blijven staan bij een bepaald gewicht, om dat zonder erbij te doen, om dat onder controle te krijgen. Hè? Want nu heb ik toch weer het gevoel dat dit een beetje boven mijn petje is. Zo. Nee, gaan we zelfs weer zoiets krijgen dat we hier een hoek in en een afgeplat kantje. Hè? Zie je dat al komen? Ik ga hem doorsnijden. Ik heb geen zin om er een vorm waar ik niet echt 100% blij mee ben. Ik kreeg hem van onder niet genoeg uitgeduwd. Wat ik misschien anders eens kan doen, is het volgende. Wacht zo. Zo. Dan kan ik toch eens beter naar die binnenkant kijken, hè. Ik ga dat even recht zetten, dan blijft dat wel wat staan, denk ik. Ja, dus dat is niet goed. Dus eigenlijk moet ik nog meer durven dat hier van onder plat leggen. Dat is beter en dan moet dat eigenlijk nog eronder staan. Ja, dat gaat hier zelfs in één zakken. Ja, we gaan ook zien hoe dik dat er van onder is. Mega volgens mij. Mega dik. En dat blijft maar zo. Hè. Dat blijft. Ja.
Zie je dat hier? Al een massa. Nou, het is minder dan ik had gedacht eigenlijk. Ja, en hier wordt dat dan ineens heel dun. Dus die overgang is redelijk brut. Ik denk dat dat hier niet echt een probleem is, maar vanaf hier zo wat... Ik weet het niet en ik heb ook geen referentie. Dat is zo moeilijk. Ik heb geen referentie van oké, met porselein moet het dikker zijn, maar hoe dik mag dat dan zijn? En dat blijft echt voor mij heel moeilijk om nu te zien. Is dat goed? Is dat niet goed? Is dat te dik? Is dat te dun? Allee, te dun zal het zeker niet zijn, maar... In elk geval, ze zeggen... Als je zo'n tijd met porselein hebt gedraaid, dat je dan 10 keer beter draait met klein nadien. Dus ik ga met klein nogal kunnen... nogal grote dingen kunnen maken, denk ik. Giga. Giga dingen. Alright. Hiermee is sessie 50 wel beëindigd. Zonder resultaat, maar dat is niet erg, want ik heb deze week 2 heel leuke vormen bijgehouden. Waar ik echt wel content van ben. Ook al moet er nog flink aan afgedraaid worden. Qua vorm zijn die echt heel knap. En volgende week gaan we... Oftewel verder met 4,6 kilo en bouwen we verder op naar die 5 kilo. Of blijven we even hangen en blijven we nog wat optrekken op datzelfde gewicht. In elk geval, ik wens jullie een goed weekend. En als je zelf aan je schijf gaat zitten, geniet vooral van het proces. Kijk niet te veel naar het resultaat. Je ziet dat het resultaat bij mij ook niet altijd het van het is. Geniet vooral van het feit dat je aan je draaischijf zit... Dat is een luxe dat niet iedereen zich kan permitteren. Dus geniet er vooral van. Bye bye.